Er zit ook wat moois in. Nou, mijn toetje heb ik dus al voor me. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stamel van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stamel van de Werf. Het is vandaag 7 augustus. Mijn verjaardag. Ja. Ik ben alweer 33, jongens. Ja, ik ben alweer 33. Gaat hard. Yes. Ik ga zo meteen lekker om 10:30 autorijden. Lekker autorijles. Ik heb er zin in. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Dus ja, maar dat zien jullie in een aparte vlog erbij. Dus ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze vlog. Nou, lekker blaadjes eten. Hè? Moet ook gebeuren op z'n tijd. Deze blaadjes vinden ze lekker. Alleen deze. Ik weet niet wat er lekker aan is, maar... Lekker, meisje. Nou, ik wacht dus weer even gezellig op mijn rijinstructeur. Ben ik op aan het wachten. Ik heb lekkers mee. Lekker, ja toch? Dus nee, daar ben ik nu lekker aan het opwachten. Lekker in de schaduw. Toch? Ja, moet kunnen. Dus ik heb mijn telefoon mee. Ik heb GoPro mee. Mijn telefoon mee. Dus de opnames moeten goed gaan, hoop ik. Ik denk het wel. Ja hoor. Komt wel goed. Zo. Ja. Oké, okay. Waar is het cadeautje? In de gang. In de gang. Ja, nou ik ga hier zitten. Ja. Neem je ding maar mee. Nee. Ik ben jarig, dus ik hoef niet overal mee naartoe. Zo, hè? Mag het eruit worden. Fijn, lekker. Wat heb ik eigenlijk gedaan? 2 keer, 3 keer helemaal niks. Alleen even auto rijden en even wat paar leuke dingetjes doen. Ja, even wat ophangen. Is leuk. Hi, schat. Hoi. Alleen je staat er nou niet op, nu al. Cadeautje van je. Oh, cadeautje. Ik was wel blij mee. Dank je wel. Mooi. Opbergkarton. Opbergkarton, ook dat nog. Nou, dat is wel mooi op, hoor. Dingen opberg. Hele mooie opbergkarton, ja. Dat is wel niet plastic. Kun je ook hergebruiken. Nou, zie je daar staan? Ik kan niet. Wat zien jullie hier staan? Ik kan niet weten. Kunnen jullie lezen? Jawel, toch? Ja, kijk. Hij is wel mooi. Yeah! Hey, jullie zien jullie zelf heel vaak. Dat is leuk. Hoe vaak willen jullie jullie zien? Nou, dit is. Dankjewel, Moppie. Dankjewel. En dan moet ook de bevestiging ergens zitten hierboven, denk ik. Hier. Nee, de bevestiging, dat moet ja, hierachter, boven. Maar ik ga nog niks uitpakken, doe ik niet. Nee. Moet ik dan weten of het werkt? Nou, dat zie je pas later. Ja, maar nu ga ik het nog even niet uitpakken, nu nog niet. Straks. Een hele goede middag, daar was ik weer. Ja! Mijn rijles ging goed, ja. Maar daar komt een aparte vlog over. Dat duurt iets van iets meer als 30 minuten. Dus ja. Maar ik heb een pakketje binnen. Van de bol.com. Van mijn vader.
Ja. Ik ga mijn adres dus niet in beeld brengen. Dat lijkt me logisch, hè? Zo. Ja, dat is een mooi pakketje. Er zit ook wat moois in. Ja. Oeh, ik vind hem zo mooi. Oh. Serieus. Ik ga hem openmaken samen met jullie. Zo, er zit nog gewoon 3 en 3 doosjes ook nog een keertje in elkaar. Zeg, wauw. Kijk, dat is doosje 1. Even kijken hoor. Doosje 1. En dan is dit doosje 2. Dit is mijn statief dus. Statiefje. Oh, wat ben ik hier blij mee zeg. Wauw. Dus doosje dus 2. En dit is doosje nummer 3. Nee, er zit verder niks in, zoals je kan zien. Ah, zelfs. Ja. Nou, dan gaan we eerst eventjes... welke zal ik eens even openmaken? Gaan we met het kleinste beginnen, is leuk. Zo. Wie het kleinste niet eert, is het grote niet wit. Ja, toch? Oké, dit is een hele andere. En hij is wat zwaarder. En dan wat ik nu heb. Zo kikken. Hey, is leuk. Oké, dus als ik zo ga kijken, oplet hoor. Kijk, hij zit dus nou dicht, hè? Doe het zo. Als ik nou ga draaien, dan zie je dus een opening komen. Dus hoe verder ik ga draaien, hoe meer hij open gaat. Heel mooi, een systeempje. Ja. Is wel grappig. Toen hebben ze hem hier. Mooi, nice. Nice. Dus voor het mooie kan hij dus in principe nog een stukje zo. Als ik even ga kijken op mijn eigen telefoon. Er zit dus nog een vinger tussen. 1, 2, 3. Even kijken. Nog een halve draai, denk ik. Kijken. Nee, nog een klein draadje. Nou. Ja, zo en zo zou dit dus inderdaad kunnen passen. Maar dan moet je je alsnog strak zetten. Hè, kijk. Ja, nu gaat hij wel. Dus dit is een mooie... Voor mijn... Mooi. Dat is dus dat. Dat gaat er haar in. Ga ik statief doen. Hij weegt 183 gram. Hij is 11 centimeter. In de lengte. In de hoogte is hij 16 centimeter. Weet ik veel, weet ik het. En in de hoogte is hij 20,5 centimeter. Kijk. Hier staat dus ook echt alles op. Dus die. Dat is die. Die. En die. Nou, dan gaan we hem ook maar eens even uitpakken. Even kijken hoe die, in mijn hand zit. Dat is handig. Zo. Zo, hij is licht. Ja, weet je. Zo, wauw, hé. Kikken. Zo, dit gaat soepel, hé. Kikken. En niet zo stroef als deze die ik nu heb. Ik kan hem ook gewoon dus zo laten staan. Schrappig, ja. Oh, je mag wel hier komen, hoor, lief. Ja, hoor. Kijk. En toen zit hij dus hier al op vast. Hey. Kijk, dat is handig. Wauw.
Wauw, wauw, wauw. Ja, nou, dat is dus dit al. En dan heb ik hier dus voor mijn microfoon. Nou, dan gaan we die ook dus even uitpakken. Dat is handig. Mijn microfoon, ik ga deze even uit beeld. Zo, oh kijk, wauw. Ja, daar zit wel een boekje bij. Hey. Dat is de eerste boekje die ik nou tegenkom. Heel mooi ook in zo'n verpakking. Deze hebben we erbij. Snoertjes hebben we erbij, genoeg. We hebben een kapje. Nog zo'n kapje ding. Jeetje, mina. Wauw, jongens, echt. Geweldig. Ja, ik moet even gaan uitvinden hoe ik dat allemaal moet doen, hoor. Ja. Kijk, dan moet deze dus hierin. Geheid, sowieso. Maar waarom heb je dan zoveel aansluitdingetjes? Of heb je... Oh, en je hebt een extra. Oké. Kijk. Dan komen we nog eens een keer ergens. Ja. En dan kan je dus deze hier opklikken. Even kijken hoor, hoe dit allemaal zit. Is wel handig. Kijk, dat is die. En dan gaan we deze even omhoog halen. En dan doen we deze hierop. Kijk. Mooi. En ho. En dan kan ik dus mijn telefoon. En dan heb ik dus binnenkort zo dat ik dus ga vloggen. Ja, dat is handig. Hey, dat is leuk. Ja, maar ik kan dus deze ook gewoon daarop doen. Moet ik even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Ja, maar dat is wel leuk. Dus ik ben er blij mee. Dus pa, als je dit ziet, dankjewel. Ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee. En als het niet zo waait, dan kan ik dus deze doen. Want deze houdt dus heel veel wind tegen. Dus dan kan ik ook dus nu buiten gaan filmen. Als het dus heel veel waait. En ook lekker op het strand. Dan horen jullie mij tenminste. Ik ga erop vooruit met vloggen. Hey, top! Zo, even een test. Beeld. Weet het niet of het werkt. Nee. Nee, dat weten we niet. Nee. Straks pas. Ja, of mama even zo meteen even doorsturen, ik weet niet. Kan ook nog, ook leuk. Ja, want hij zit dus nou niet hier meer aan. Nee, op die andere, heel beter. Ja! Schreeuwen. En ik heb een kippie. Heb ik gedaan nou. Kippie, lekker. Test, test, test. Ik kan niet weten hoe deze nu is. Nee. Ja. Richtmicrofoon, dus je hoort jou waarschijnlijk beter dan mij. Dat weet ik niet, want net hadden we dus deze erop. Windvanger. Nu hebben we er even helemaal niks op. En zometeen, na deze test doen we deze erop. Dus even benieuwd. Test, test, test. Nu hebben we deze er niet op en we hebben de zwarte erop. Even kijken hoe dat dan weer klinkt. Ja, ga even kijken. Nou, het zijn echt lekker tropische temperaturen. Roderick is lekker druk bezig voor mij. Zo, ik ga even hier weer een beetje licht creëren. Yes, zo. Een beetje licht, het is lekker, licht. Is ook leuk. Ja. Toppie, hartstikke mooi. Wow, hola. Zo. Dus even dit even allemaal hier naartoe. Ja. Dat is leuk. Ik zal meteen denk ik eventjes een ijsje pakken. Als ik daarmee zin heb. Het is hier nog steeds 30 graden. Eeuw. Ja, nog steeds 30 graden. Kom maar meiden. Kom maar. Hi. Hi. Ja, dan komt Richard ook zo meteen. Oma Richard ook zo meteen. Ja.
Ik heb mijn jurk aan. Jee, lekker groen, lekker luchtig. Ik hou ervan. Ik heb wat opgeblazen. Jee. Is leuk. Heb ik zelf gedaan. Jee. Yep. Ach ja, nou wacht ik op Roderick. En dan komt ons bezoek. En daarna, en met die bezoeken gaan we uit eten. Maar die bezoeken wilden niet op de vlog. Nou, dat respecteer ik weer. Zoals gewoonlijk. Dan even wel kijken wat ik wel of niet kan vloggen. Hi, kerel. Hi. Niet bij mij op mijn kleding graag, dank u. Dan vind ik het helemaal best. Dus ja, nu even wachten op Rowan. Die was weer zich aan het opfrissen. Dus onder de automatische regen. De tweede keer. Is niet handig. Gewoon even wassen. Is beter. Want anders koel je er nog niet af. En ik ben lekker afgekoeld. Met een washandje gewoon even over mijn lichaam. Gewoon even lekker neerleggen. Even op bed. Gewoon eventjes een washandje. En dan koel je vanzelf wel af. Jip. Ja. Hi. Dus ja, nog even wachten. Over een half uurtje komt Ries. Ik mag wel gewoon zijn voornaam noemen, maar niet zijn achternaam. Dus ook dat maakt. Dat komt ook allemaal goed. Dus ja. Ik heb er zin in. Ja. En dan zondag bezoek. En dan morgen even lekker editen. Want Ro die moet morgenmiddag naar zijn werk. Dus. Misschien eventjes nog voor die tijd nog eventjes naar de Jumbo of zo, weet ik veel. Moet ik even kijken wat we gaan doen. Dus, maar ja, dat komt wel goed. Toch wel, hè? Ja. Nou, mijn toetje heb ik dus al voor me. Onze gast die wilde niet op, maar die is dus nu eventjes met Rauw eventjes pleiten. Maar, dit heb ik dus niet als enige gekregen. Ik heb ook wijn en daar heb ik ook nog meer wijn. En hier zit Ro, nou daar dus niet. En hier zit onze gast. Maar, nu net kwamen ze wat brengen. Met ons toetje. Kijk dit, wat is dit mooi gemaakt. Alleen de slagroom ga ik dus niet eten, want dat mag ik ook niet hebben. Vliegen ga lekker van de kant, dankjewel. Dit is zo mooi gemaakt. Ik ga gewoon vragen of ik het bord mee mag nemen. Dan ga ik hem invriezen, hij is zo mooi. Hij is heel gaaf. En dus hier was een vuurpijltje op. En hier waren dus drie dingetjes op. Yep. En dat is eventjes bij ons wereldrestaurant samen. Wil je hier ook eten? Wil je ook hier je feestje vieren? Ik zou zeggen, ga dan even naar de Brusselskade 223. Nou, het staat hier. Wees hier informeren via de e-mail, mag ook. Website en de e-mail staat er ook bij. En heb je ook zelf social media? Ik zou zeggen, ga daar naartoe. En volg ze. En volg ook even mijn kanaal. Dan zou ik zeggen, dankjewel en eet smakelijk verder. Roos ook nog even bezig met inpakken. En van ons overige spullen. Kijk, die moet hij even omdoen. Doe maar ook mijn stokjes mee, lief. Ja, dat doe ik wel thuis, lief. Liefie. Nee, nee, nee. Ik moet even niet in mijn tas gaan zitten. Ja, dat en dat maakt niet uit. Natuurlijk maakt dat uit. Heel weinig. En ik ga even een stunt uithalen. Hey, joe, ik ga weg hè, en met deze bord. Ik ga gewoon even stunt uit te halen. Is leuk. En ik ben bepakt en bezakt met dit. Dit is party. En met twee hele mooie papegaaien. Weet ik veel wat het is. Pampagaaien. Waarom pampagaaien? Lekker pampa. Nou, en we hebben eens een keertje op deze tafel gezeten. Drie man. Is leuk. En ik neem deze mee en die gaan bij mij aan de voorkant. Aan de voordeur bij mij. Staat meneer onze grote vriend bij de auto? Nope. Nope. Nee. Mooi, kom je mee? Smoken.
Mooi, we hebben het een beetje leuk achtergelaten. Daar twee ballonnen. Hier een ballon. Daar een ballon. Daar een ballon. Hier een ballon. Hier een ballon. Daar een ballon. Ik heb toen jeuk aan mijn oog. En jij bent niet dronken. Kijk. Helaas mag ik de pot dus niet meenemen, maar ik mag dit wel meenemen. Joepie, ik ben bepakt en bezorgd nog steeds. Maar ja, dan zeg je tegen meneer eigenaar, de manager, van tot ziens. Ja, wacht even hoor. Staan we hier nog? Bij Wereldrestaurant samen. En ik ben niet zo dronken als de vorige keer. Aangeschoten. Wacht even, andere kant op. Ja, dank je. Oh, toen gleed hij uit mijn hand. Hoe wil je hem houden? Zijwaarts. Ben jij 33 of zo? We zijn ook twee zotten bij elkaar ook. Maar ik hou wel van je. Waarom? Omdat ik van je hou. Je houdt van mij omdat je van mij houdt. Ja. En dat we samen en wij samen gaan eten. Ja, tegen het virus inderdaad heel goed gezegd, want je wou wat anders zeggen, maar anders heb ik een probleem met YouTube. Met MyTube en YourTube. Ik ruik naar alcohol. Nee hoor. Dat is het laatste agent mij aan te houden. Zeg meneer, ik ruik alcohol. Zeg van nou, het komt omdat hij geen anderhalve meter afstand houdt. Dat kan je niet ruiken natuurlijk. Ja, een hele goede avond lief allemaal. Ja. Het is alweer een tijd om de vlog lekker te gaan af te sluiten. Dat ga ik nu lekker doen. Ja. Samen maar met jullie. En dan is morgen weer een leuke dag om weer verder te gaan met vloggen. Dus ik zou zeggen, vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, abonneer. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. En dan... zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Voor mij. En tot morgen. Doei!